Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Veerman. Beste luisteraars, we lezen verder uit Rut 2 vanaf het vierde vers. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers: de Heere zij met u. En ze zeiden tegen hem: de Heere zegene u. Daarop zei Boas tegen zijn knecht die over de maaiers aangesteld was: wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was antwoordde en zei: dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Zij zei: laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven, achter de maaiers. Zo is zij gekomen en ze is gebleven van de morgen af tot nu toe. Ze heeft bijna niet binnengezeten. Hetzelfde de lezing uit het woord van onze God. We komen vandaag Boas tegen. Boas die komt uit Bethlehem. Boas die komt kijken hoe het gaat met zijn maaiers op de akker. Boas een rijke boer. Hij heeft maaiers die druk bezig zijn om de oogst binnen te halen. En wat is dat een zegen? Na al die jaren van hongersnood is er brood in Bethlehem. Brood in het broodhuis. En wat zullen de maaiers vrolijk geweest zijn en dankbaar. De oogst mag worden binnengehaald. Er zal weer brood zijn en de magen worden gevuld. Schitterende manier hoe Boas zijn knechten groet. De Heere zij met u. En dan het antwoord van de knechten. Zij zeiden tegen hem: de Heere zegene u. Uit alle monden klinkt de naam van de Heere, de verbondsgod van Israël. Dat is meer dan het Gruskot in Oostenrijk, natuurlijk ook prachtig, dat dan de godsnaam klinkt, maar heel vaak toch meer als een versteende uitdrukking. Woorden die wel gesproken worden, maar waar wellicht aan God zelf niet meer wordt gedacht. Bij Boas is dat anders. Je proeft uit heel zijn houding dat hij een man is die de Heere vreest, dat hij de Heere dient. En wat is dan het mooiste wat je je maaiers kunt toewensen? De Heere zij met u. De Heere zegene u. De zegen van God. Het is de zegen van de Heere dat de oogst kan worden binnengehaald. En dan mag de naam van God juist ook klinken daar op die akker. Het is de naam van de Heere van het verbond, die trouw is aan Bethlehem. Het is de Heere die zegent en in de woorden van Maaiers en Boas hoor je ook iets terug van de hoge priesterlijke zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Als ik zo de zegen hoor, daar op de akker, dan wordt het duidelijk dat we de Heere en zijn zegen niet alleen op zondag nodig hebben, maar juist ook bij het dagelijks werk. De hele week door leven onder de zegen van de Heere. De zorg voor het gezin, in ons werk, of als we een leeftijd hebben dat we niet meer werkzaam zijn in het arbeidsproces. De zegen van de Heere voor het brood dat we eten. De zegen van de Heere voor onze kinderen, kleinkinderen, voor onze vrienden. De zegen van de Heere voor ons land en volk. De zegen van de Heere voor ons dorp. De Heere zij met u. De Heere zegene u. Zo vouwen wij ook vandaag onze handen. En mogen ook vragen om de zegen van de Heere. Heeft u hem ook zo nodig? Heb jij hem zo nodig? Elke dag? In studie, werk, gezin? In alle dingen van het leven? Zonder de zegen van de Heere blijven de akkers rondom Bethlehem kaal. Zonder eten. Zonder graan. Zonder voedsel. Zonder de zegen van de Heere zullen al onze plannen mislukken. Dan kunnen we hard werken en denken dat we een crisis te boven komen. Maar de crisis verdiept zich als de Heere niet meegaat. Leef daarom van die zegen van de Heere. Die zegen die er is in Bethlehem. De Heere zegene u. En dan ziet Boas die jonge vrouw. Hij kent haar niet. Bij wie hoort ze? Nou, het is duidelijk dat zij degene is die met Naomi is teruggekeerd uit het land van Moab. We treffen haar dan hardwerkend op de akker. Ze is achter de maaiers gekomen en ze werkt vanaf de morgen af. De maaier zegt dat ze heeft niet binnen gezeten. Waarschijnlijk is er op de akker een schuilhut geweest voor
het moment dat de zon het hoogst stond. Een plaats vol schaduw, daar is zij bijna niet geweest. Zij heeft doorgewerkt. De zegen van de Heere zorgt ervoor dat de akker weer vol is. Maar dat betekent niet dat wij met onze armen over elkaar moeten gaan zitten. Rut gaat ons hierin voor. Zij arbeidt. Zij verwacht het van de Heere. Zij heeft zich aan de Heere toevertrouwd toen zij Naomi volgde. Maar ze weet het, dat betekent niet dat ik stil moet gaan zitten. Als er graan en koren is, als daar gemaaid kan worden, dan mag ik ook verzamelen. Trouwens, prachtig dat zij dat ook doet. Tussen de maaiers, achter de maaiers is zij gekomen. En ze maakt ook gebruik van het recht dat een arme heeft. De wet van God spreekt daarover. Boas vindt dat blijkbaar ook goed en geeft daar invulling aan. Dat de armen kunnen leven van de overvloed van het land. Boas en Rut. Ze zijn twee mensen die elkaar hier op de akker tegenkomen. Twee mensen die het ook beide mogen hebben en moeten hebben. Van die zegen van de Heere. De Heere zij met u. De Heere zegene u. En dan komt die zegen uit Bethlehem. De zegen van God. En als we nog wat meer kijken naar die plaats Bethlehem, dan weten we het ook. Dat is de plaats waar niet alleen vandaag, als Boas daar loopt, de akkers vol zijn van het graan, van de koren die worden binnengehaald, de oogst die wordt binnengehaald. Het is ook de plaats waar het levende brood Jezus Christus gekomen is. Om te voeden. Om tot een zegen te zijn. Om zijn leven te geven. Voor mensen zoals Boas. Voor Rut. Voor het volk Israël, Boas. Maar ook voor die Moabitische jonge vrouw. Die teruggekeerd is uit het land van Moab. Samen met Naomi is zij gekomen. De Heer Jezus komt in Bethlehem. En dan klinkt het opnieuw. De Heere zij met u. Wat een zegen van de Heere, dat Hij zijn Zoon geeft. Jezus Christus, geboren in Bethlehem, het levende brood. En wie van dat brood eet, zal nooit meer hongeren. Amen. We danken de Heere. Heere, wij danken U voor het woord wat we hebben gelezen. Wij bidden U om een zegen voor ons leven. En Heere, geef dan dat we zo ook niet zonder Uw zegen kunnen. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere, zegent u ons met brood en met dat levende brood, Jezus Christus, uw lieve Zoon. Amen.